als mijn halal is, dan gaat hij nog een keer. Ja, ja, Hesham, welkom in Heerenveen. Ja, wat zijn je eerste indrukken hier? Dankjewel. Ja, sowieso het stadion, hè. En vooral ook de mensen, hoe ze me hebben opgevangen. En ik ben daar heel blij mee. Hoe ben je tot deze keuze gekomen om hier te gaan spelen? Ja, goed, ik wilde sowieso heel graag terug naar Nederland. Want ik heb geen slecht jaar gehad, maar ook geen goed jaar in België. En voor mijn gevoel ligt het voetbal in Nederland mij toch meer dan in België. En vandaar dat ik terug wilde. En uiteindelijk was Heerenveen wel de mooiste club. Jens, welkom in Heerenveen. Voor de fans who don't know you yet, can you introduce yourself a little bit? Yeah, I'm a striker from Denmark. I'm 20 years. I played in Italy for the last 2 years and I'm here from Loon. I like the play style in Holland and I want to seek time to play and play as much as I can. Kun je een beetje uitleggen hoe jouw carrière tot nu toe is verlopen? Ja, goed. Ik heb de laatste paar jaar in de Eredivisie heb ik de laatste twee bij Excelsior gespeeld. En vooral de laatste was voor mij wel echt een goed seizoen. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om naar België te gaan. En wat ik net al zei, goede start. Hele goede start gehad en uiteindelijk wat mindere periode en nog wel aardig geëindigd. Maar ja, wat ik zag, ik wilde wel heel graag terug naar Nederland. Ja, nu sta je hier. Wat kunnen we van jou verwachten komend seizoen? Ja, vooral mijn eigen spel. Wat mensen van mij gewend zijn hier in Nederland. Proberen het team beter te laten voetballen. En proberen met assisten en goals ook belangrijk te zijn voor het team. Dus dat is wat ik een beetje ga proberen. Hoe zou je jezelf omschrijven als wat voor type speler? Ja, een jongen die heel graag wil voetballen natuurlijk, van achteruit. En mooie voetbal wil laten zien en aanvallend voetbal. En het is belangrijk dat het publiek wel gaan vermaken, ja, met mooie goals. En hopelijk ook heel wat overwinningen. Ja, jij met je 27 jaar hebt ook al wat ervaring in de benen. Is dat ook iets wat terugkomt op het veld? Ja, ik merk wel aan mezelf dat ik naarmate ik ouder word wel meer ervaring krijg op het veld. Ik ben wel 27, niet heel oud, maar je merkt toch wel in de wedstrijd dat je dingen aanvoelt wat wel en niet nodig is op dat moment. Dus dat neem ik wel mee. I'm a big striker, but I like to run deep and I like to shoot. I'm a left-footed striker. And you're here on loan for a year. What do you expect from this year? I don't know what I expect, but my hope is to play and to score goals and help the team as much as I can. I spoke with the Skogo and we have the same agent and I talked to him and he told me only good things. Also at Sassuolo there's another former Heerenveen player, Filip Djuricic. Yeah, I talked to him, he said Holland is amazing for young players and to get the opportunity to play and show yourself, so he only said good things. Wat voor contract heb je getekend? Ik heb contract voor 3 jaar getekend. Nou, vandaag start het seizoen met de eerste training. Zin om te beginnen? Ja, zeker. Het heeft voor mij lang genoeg geduurd. En ook met de ontwikkelingen met Zult en hier. Dus voor mij, ik wil graag op het veld staan. De jongens ook al ontmoet? Of? Ja, ik heb de jongens ontmoet. Veel jonge jongens ook. En een rustig groepje. Dus voor mij mogen we starten. Eager to start? Yeah, to get going.